Tijd voor de truc. Dit keer met twee spelers van Oostburg, Robert en Jochem. Ja, Jochem, jullie spelen in de C1. Ja. En jullie hebben eigenlijk een truc bedacht waarbij we alle drie tegelijk in actie moeten komen. Ja, normaal doen we met twee, maar het zou leuk zijn als u ook weer zou doen. Ja, en is het een lastige truc? Vooral mee hoor, als u even leert, dan kunt u wel doen. Oké, dus ik ga eerst even goed opletten. Ja, is goed. En daarna doe ik dan mee. Ja, is goed. Oké, nou ga naast je maat staan. 1, 2, 3. Oké, jongens, dat zag er al goed uit. Robert, nu ga ik meedoen, hè? Ja. Dan maakt het uit met welke been ik dat doe? Ligt er aan welke voet je bent. Ik ben rechts. Nou, dan kan je het beste met links overheen gaan. Oké. Ja, is goed. Nou, dus, wat doen we? Leggen hem op onze voet. Ja, je legt hem stil op je voet. Ja, op rechts dan, hè? Ja, op rechts. Ja? Dat is al moeilijk, hè? Mag dat ook zo? Ja, hè? Ja, hoor. Okay. En dan moet je er met je andere been zo overheen. En het is het makkelijkste, dan moet je ook even zo springen, weet je wel. Oké, doen jullie ook maar gelijk mee, want dan gaat het gelijk met z'n drieën goed, hè? Ja. Jullie doen het wel iets beter, maar goed. Oké, daar gaat hij. Goh, waarom kan ik dat nou niet? Oké. 1. Allemaal klaar? 1, 2. Nou ja, ja, joh. Weet je wat ik ga doen, jongens? Ik ga netjes aan de kant staan en ik ga nog een keer naar jullie kijken, want dat gaat een stuk beter. Doe hem nog een keer samen. Nou, zo moet het dus. Maar mij gaat dit niet lukken, helaas. Bedankt. Bedankt. Jullie zijn veel te goed.